Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag 10 april en dat betekent dat Fabian en ik 8,5 jaar samen zijn. Even een applausje. Yeah. Ik ben wakker geworden, nog steeds met pijn in mijn enkel. Het is een beetje vervelend. We moeten even kijken wat we gaan doen. Ik zou nog heel graag een hike willen doen door Zion heen. Vooral omdat we ook niet naar Bryce kunnen vanwege de sneeuwstorm. Maar ik weet nog niet of mijn enkel het toelaat. We gaan in ieder geval even starten met een ontbijtje. En daarna gaan we onze koffers inpakken en dan zien we even verder. We lopen dus richting de ontbijtzaal. Steken hier ineens allemaal herten over uit het niks. Waar komen die vandaan ook echt? Zijn er ook echt heel veel. Wow. Wel netjes bij het zebrapad. Ja, heel netjes. Gisteren had ik geen tijd om het ontbijt aan jullie te laten zien, maar vandaag hebben we wat extra tijd, dus nu kan het wel. Ik heb 2 geroosterde broodjes en die ga ik besmeren met jam en ik heb een yoghurtje met een jus d'orange. We hebben net beneden ontbeten en zoals jullie kunnen zien heb ik mij weer omgekleed. Ondanks de pijn in mijn enkel hebben we toch besloten om gewoon een hike te gaan doen door Zion heen. Het is gewoon te zonde om er nu geen gebruik van te maken, vind ik zelf. Ik heb me dus omgekleed, ik heb weer stevige Nike's aangedaan en ik hoop dat het daarmee gewoon gaat lukken. Vanavond of vanmiddag trouwens gaan we langs een Walmart en dan kijk ik eventjes of ik een enkelband kan kopen voor iets meer stevigheid. Maar we zijn dus de koffers even aan het inpakken. We gaan de koffers zo in de auto leggen, want we moeten natuurlijk om 11 uur uitchecken. En dan gaan we daarna gewoon toch naar Zion toe. Daar zijn we weer in Zion National Park. We kregen net bij het uitchecken nog wel even de waarschuwing over de sneeuwstorm. Dus ja, Bryce zit er echt niet in dit keer. Vannacht heeft het dus gevroren, dus het is buiten echt nog ijskoud, maar de zon begint ook al door te komen. We zitten weer in de bus en we gaan vandaag naar stop nummer 5 en dat zijn de Lower Emerald Pools. Ik heb er nog niet echt een verwachting bij, ik heb wel wat gegoogeld, maar je ziet heel veel verschillende plaatjes, dus ik ben heel benieuwd wat we tegen gaan komen. Als jullie nou in de tussentijd even wat kracht naar deze enkel sturen, het zou heel fijn zijn. Ik zei het net al even, maar de Emerald Pools Trail is dus de trail die we nu gaan lopen. En dan de lower variant, want de upper is dicht. Het is een graadje 4, jongens. Het is echt ijskoud. Brrr, maar het is het waard. Alles is die waard. Kou, gebroken enkels, boven de afgrond paraderen. Het is het allemaal waard. De hike is ongeveer 1 mijl en volgens het programmaboekje doe je daar ongeveer een uurtje over. Maar als Rochelle met deze enkel zo loopt... zou dat wel eens iets langer kunnen zijn. Maar het geeft niks, want ik heb wel respect voor haar dat ze er alsnog doorheen loopt. We gaan nu starten met de meest linker trail, dat is de Lower Emerald Pools. En er worden wel weer wat waarschuwingen gegeven, maar het is ongeveer een uurtje. En zien jullie die hoge berg daar in het midden? Daar stonden we gisteren op. Nog steeds zo tof. Als je hier helemaal stil bent, dan hoor je helemaal niks. Behalve een beetje kabbelend water. Maar verder is het gewoon helemaal stil hier. Daar druppelt ook zo heel langzaam water naar beneden. Het is zo rustgevend. We moeten nu onder de waterval doorlopen. En hier is het en glad en nat. We staan hier precies onder de waterval. De zon schijnt er mooi op. Wow. We dachten dat we nog wel een stukje verder konden, maar helaas is dit gedeelte ook afgesloten. We hebben in ieder geval een mooie wandeling gemaakt. We staan nog steeds een beetje onder de waterval. En dan gaan we gewoon rustig aan weer teruglopen. Nou, het is wel jammer, want ik had zo'n mooi plaatje gezien op Google. Maar nee, daar kunnen we dus niet bij. We liepen net weer onder de waterval door. En we dachten, wat blijft het lang spetteren. Maar jongens, het sneeuwt gewoon. Het is heel slecht te zien, maar we zien dat het echt dwarrelt. Dus het is geen regen. Ja jongens, het kan hier allemaal. Sneeuw, zon, hitte, kou. Alles gaat hier door elkaar heen.
Inmiddels is het weer gestopt met sneeuwen en is het zonnetje heerlijk gaan schijnen. En op het moment dat de zon schijnt is het ook meteen een stuk warmer. We zijn alweer bijna aan het einde van de trail. Het was wel leuk om even te doen. Van stop 5 moeten we weer terug naar stop nummer 1. En dat is de eerste stop en dat is het Visitor Center. Hallo. Wij zijn weer onderweg en we zouden in eerste instantie door Bryce naar ons volgende hotel gaan. Maar omdat er een gigantische sneeuwstorm onderweg is, kunnen we niet door Bryce heen. Heel erg jammer, maar het is niet anders. Dus nu gaan we eerst ergens wat lunchen en daarna rijden we dan door. Twijfel tussen de Subway of de Pizza Hut, maar zoals jullie zien is het de Pizza Hut geworden. We zitten inmiddels binnen. Ik heb een klein pizzaatje, Fabian een iets groter pizzaatje, een lemonade en water en ik word nu beschoten. En mocht je ooit in, waar zijn we ook alweer? Fredonia. Nee, kebab. Kebab. Knap. Knap. Ja. Mocht je daar ooit zijn, Pizza Hut zien, draai heel hard door. Ja. Hebben we nog nooit zulke onvriendelijke mensen gezien. Dan zijn ze echt tot last, het personeel. Dat is echt bizar. En we lazen net even de recensies op Google. Die zijn echt heel slecht. Ik ben benieuwd of het goed smaakt. We leven nog. Dat wel, ja. De pizza's waren oké, niet echt heel lekker. We zijn wel vaker bij de Pizza Hut geweest. Er zit altijd best wel wat verschil in tussen de filialen. Maar we hebben de eerste keer dat we mijn Pizza Hut gegeten hebben echt fantastisch gegeten. De tweede keer was een beetje matig. Maar dit was echt heel slecht. Ja. Ik heb zelf ook even een recensie achtergelaten op TripAdvisor. Fabian heeft Pizza Hut getweet. Om te kijken wat ze daarop reageren. Ja. Maar we gingen dus teruglezen in de recensies. En echt al vanaf 2015 of 2014 werden die recensies al gegeven. Dus die hele slechte recensies. Ja. Dus als we dat van tevoren hadden geweten, hadden we natuurlijk nooit gestopt. Nee. Maar onze maagjes zijn weer gevuld en we gaan gewoon weer lekker op pad. We zijn net aangekomen bij ons hotel, maar helaas kunnen we nog niet inchecken. Het is ook 1 uur en we kunnen eigenlijk pas om 3 uur terecht, maar we proberen het altijd gewoon. En het waait hier,
Mijn hele haar ging meteen zo door de war. Ja, dat heeft allemaal te maken met die winterstorm ook trouwens. Ook de wind die hier nu overal in Arizona is, heeft allemaal te maken met een lage drukgebied. Ik ben geen meteoroloog, maar dat zag ik gisteren op het nieuws. Piet Paulusma. Die over op dit moment over het zuidwesten van Amerika raast. Dus we hebben gewoon pech wat dat betreft. Maar het geeft niet. We passen ons er gewoon op aan en we gaan andere leuke dingen doen. Ja, dus we gaan nu eventjes richting de Walmart. Ik ga eventjes kijken voor zo'n enkelband ding, denk ik. En wat wasmiddel, want we moeten nu echt wel eens gaan wassen. En wat nog meer? Nou, misschien wat bier, wat wijn, wat water, wat fris. Weet je wel, dat soort dingen. Gewoon de dagelijkse boodschapjes. Precies. We waaien weg. Als eerste natuurlijk even een enkelband. We hebben deze uitgekozen. Ziet er heel spannend uit. Ja, wel eventjes nodig. Onze douchegel was alweer bijna op. Dus ik heb deze in het karretje gelegd. Die hebben we al eerder gebruikt. Die vind ik echt heel erg lekker. Oh, wat een mooie spelletjes allemaal, hè? Oh, ja, allemaal. Het is een deegrol, daar krijg je wel een paar deeg van. Ik denk dat het wel lekker is. Op je rug. Probeer het maar. Auw. Altijd op de speelgoedafdeling gaat het mis met ons. Altijd. Kijk al deze leuke mokken. En bovenin ananas. En Minecraft en Minions. Echt van alles. Ik weet niet wie van jullie dit allemaal kennen, maar ik volg Tasty al heel lang op Facebook. En nu zie ik dat ze hier allemaal spullen van Tasty in de Walmart hebben. Ik weet niet wie van mijn kijkers dit nog kent, maar vroeger had ik ook allemaal van deze tolletjes. Van die Beyblades. En uiteraard blijven we ons weer verbazen over de grote hoeveelheden die hier verkocht worden. Hier bovenin zie je pickles, hoe heet die ding ook weer? Oh ja, gurken. Kijk hoe groot die pot is. Absurd. Als ik onze uiteindelijke kar zie, moet ik altijd weer lachen. Wat ligt er in godsnaam in? Nou, ik laat het even zien. Wat drinken. Dit is wasmiddel. Dit zijn van die repen, die vonden we heel erg lekker. Dit is een soort knutselding, daar zal ik jullie verder niet mee vervelen. Scheermesjes. Een douchegel. Tandenstokers, de Scrub Daddy. Ik weet niet of jullie die kennen, maar die is ooit bij Shark Tank geweest. Dat is zo'n soort beste idee van Nederland-achtig. En dan hebben we hier nog de enkelband. Bij de Walmart liggen ook altijd deze gigantische pizza's. Rechts zie je ongeveer een maat zoals het in Nederland verkocht zou worden. En links is de maat die in Amerika verkocht wordt. Hebben jullie ooit zo'n grote ui gezien? Mijn hemel, ik in ieder geval niet. Past het er nog bij? Ik zei, doe het even in de achterbak voor de vlog. Nou, dat past dus niet. Past het daar nog wel bij dan? Nou, ik denk dat volgend jaar een full size is. Ik denk het ook. Poging 2. Eens kijken of we nu kunnen inchecken. Gelukkig konden we nu wel inchecken. We waren alsnog iets te vroeg, maar de kamer was nu helemaal klaar. Wij hebben weer een kingkamer geboekt. En natuurlijk laat ik hem jullie weer even zien. Hij ziet er als volgt uit. Groot bed. Ja, rechts in de hoek een grote stoel en links de tv. Dan vanaf de andere kant een bureautje met een schilderij erboven. Weer de tv en dan het bed vanaf de andere kant. Dan is hier de deur waar je binnenkomt. En meteen om het hoekje daarvan is de magnetron en een koelkast. En dan is daar ook de deur naar de badkamer toe. Die heeft ook weer een schilderij van iets in de omgeving. Natuurlijk een toilet, dat is wel fijn. En dan hier de wasbak. En als laatste de douche. Dit zien we niet vaak in Amerika. Meestal douche je namelijk in bad. Maar dit is gewoon echt een inloopdouche. Als laatste het uitzicht. Wij zitten op de vierde verdieping. Dus op zich heb je dan altijd wel een mooi uitzicht. Omdat je wat hoger zit. We zien wat bergen en de hotels aan de overkant. Jullie hebben net als laatste de kamer gezien waar we hebben ingecheckt. Maar inmiddels zijn we alweer gewisseld van kamer. De kamer waar we zaten was ik niet zo heel erg blij mee. Fabian vond het prima. Maar ik was degene die moeilijk was. De kamer zat vlak bij de lift. En die lift maakte echt heel veel herrie. Sorry. En de auto ook. Anne, poed af. Ja, zo weten. Daarna hebben we nog een wasje gedraaid en de kleding hebben we nu door de hele hotelkamer hangen. De kachel hebben we hoog gezet, dus we hopen dat dat zo meteen droog is. En we gaan nu lekker wat eten, hopen we. Dat hopen we. Het is een heel populair restaurant, wederom barbecue. Net als wat we gegeten hebben in Oakhurst, geloof ik, vlakbij Yosemite.
Dus ik hoop dat we een tafeltje kunnen regelen. Ook omdat het weer wat minder is, wil niemand buiten zitten. Dus het wordt waarschijnlijk een knokken om een tafeltje. Maar anders heb ik altijd al een plan B, hè, dat weet je. In principe is het restaurant vooral buiten populair. En dan zit er zo'n live band die dan speelt. Binnen hebben ze een beperkt aantal tafeltjes. We gaan het zien. We hebben eindelijk een tafeltje. Maar kijk even achter Fabian. En dat is nog niet eens alles. We hebben in ieder geval wat pinda's. We hebben het eten en drinken al besteld. En ik ben echt heel benieuwd of het wachten waard was. Ik denk het wel. Dit is het eten wat we hebben besteld. We hebben allebei hetzelfde genomen. En al het vlees is zeg maar gerookt op een speciale barbecue. En dit is de sampler. En dat houdt eigenlijk in dat we verschillende soorten vlees hebben. Er zit wat koolslaw bij en wat bonen. En wij zijn heel benieuwd. Ik ben erin getrapt om ook nog een toetje te nemen. Jongens, dit is zo groot. Het is een brownie met ijs er nog op, maar het ziet er wel heel lekker uit. Wij zijn inmiddels klaar met eten, maar het restaurant staat nog helemaal vol met mensen. Het was het echt waard, dus mocht je in de buurt zijn, het is een aanrader. Hierin maken ze trouwens het eten. Ik ben op de hotelkamer weer even de foto's van vandaag aan het uitzoeken. En ondertussen lig ik weer lekker met mijn enkeltje omhoog. Ik heb die band inmiddels ook omgedaan. Die doe ik zo meteen weer af. Maar op het moment dat ik ga lopen, doe ik hem eigenlijk gewoon weer om. Geef net even wat extra stabiliteit. Dus ik ga de foto's uitzoeken en dan gaan we daarna lekker chillen. De dag zit er alweer op. We hebben vandaag niet zo heel erg veel gedaan. Vooral een beetje gerelaxed. Wasjes gedraaid. Van hotel naar hotel gereden. Lekker gegeten en vanochtend ook nog een wandeling gemaakt. Morgen wordt de dag weer iets drukker. We gaan waarschijnlijk Horseshoe Bend bezoeken. Sowieso Monument Valley. En verder gaan we nog even kijken hoe het uitkomt qua tijd. Voor nu bedank ik jullie allemaal voor het kijken naar de vlog. Vond je het nou een leuke video? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet uiteraard niet te abonneren om mij volgende week weer te zien. En dan zie ik jullie voor nu allemaal weer bij de volgende vlog. Doei!